Bibu Den Haag, een gerenommeerd autoschadeherstelbedrijf. Alles wat met de auto te maken heeft, kunnen wij voor u repareren. Wekelijks worden bijna 50 auto's vakkundig gerepareerd met liefst 7 jaar garantie. Autoschadeherstel Bibu Den Haag. Meer dan alleen schadeherstel. Voor alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden, groot of klein, al bijna 100 jaar voor zowel bedrijf als particulier, is Van Vlodorp uw erkende installateur in de regio Haaglanden. Geen voorrijkosten en vraag vrijblijvend een offerte aan. Van Vlodorp elektrotechnisch bedrijf. Het Haagse Verduurhuis in de Nobelstraat is marktleider op het gebied van kunst en antiekveilingen. Het oudste nog actieve veilinghuis in Nederland heeft nu ook een filiaal aan de Oder 18 in Den Haag. Loopt u gerust eens langs in de Nobelstraat of in de Oder tijdens een van de kijkdagen. Freekick Sport, de specialist op het gebied van voetbal en hockey. Wij hebben de gezelligste winkel met de beste merken, deskundige mensen en een fantastisch assortiment. Kijk op onze Facebookpagina en webshop of kom langs op het De Savornin Lomanplein 45A in Den Haag. Volop parkeergelegenheid. Behang en woninginrichting Paradijs John van Zweden. Alle merken behang, raam- en wandbekleding en vloeren. Kom langs in onze winkel. 2 etages woonplezier. Behang en woninginrichting Paradijs John van Zweden. Oude Haagweg 20, Den Haag. Welkom bij Sir Winston. Een bijzondere gebeurtenis, een drankje op het terras of heerlijk bij ons dineren. Tot ziens bij Grand Café De Halve Maan naast Casino Rijswijk. De Jong Uitvaartzorg en Begeleiding. Voor een uitvaart kunt u zelf kiezen voor de stijl die bij u past. Maatwerk vormgegeven in nauwe samenspraak met nabestaanden. Gedenk- en troostwinkel aan de Van Vredenburgweg 55 in Rijswijk. Haaglanden voetbal aan tafel. We gaan eens praten over de problemen bij ADO Den Haag. En dat gaan we doen met een aantal trainers van onze regioclubs in de top van het amateurvoetbal. John Blok, Paul van der Zwaan, Marcel Koning. En een van onze analisten bij Haaglanden voetbal, Ben van Dam. Dit is Haaglanden voetbal aan tafel. Hartelijk welkom bij Haaglanden voetbal aan tafel. Een kortere aflevering, maar wel een belangrijke. We gaan even praten over de situatie bij ADO Den Haag. Ja, dat doe ik reeds met de aangekondigde trainers. Ja, hoe kijken jullie tegen de situatie aan? John, op dit moment bij ADO, ja, grote nederlaag bij Ajax. Veel mensen van het toneel verdwenen. Ja, triest denk ik. Het is natuurlijk doodzonde dat ADO op die positie staat. En het past ook niet bij ADO. De manier waarop ze bij Ajax verliezen. Bij Ajax verliezen kan, dat lijkt me logisch. Ja. Maar ja, het geeft wel aan dat er iets niet goed zit in de groep. Hè, met misschien als mooiste voorbeeld het voorvalletje bij de strafschop. En daarnaast vind ik het zelf ongelooflijk jammer dat Alfons is opgestapt en dat Jeffrey weg is. Ja. Kijk jij dat er aan de hand? Jij komt natuurlijk uit die contrai. Jij kent natuurlijk Jeff en Fons. Ja, ik moet zeggen, ik kijk er heel afstandelijk naar. Want Ik verdiep me er niet zo heel erg in, maar wat je ziet is natuurlijk wel dat dat de chaos binnen de hele club aanwezig is. En dat het niet alleen op het veld, maar uiteindelijk wel doorcijpelt naar het veld toe. Maar er is natuurlijk, daar zat aan de hand ook op bestuurlijk niveau en beleidsmatig niveau en financieel niveau, ja. Dan is het wel heel moeilijk om een club in de Eredivisie goed draaiende te houden. Zeker. Nou, je hebt ook bij ADO gewerkt. Hoe kijk jij dan nu tegenaan? Ja, ook wel toch met pijn in je hart. Ik bedoel, ik heb daar zelf gespeeld. Jeugdtrainer geweest 4 jaar. Ja, en ook uiteindelijk wie er dan vooral ook dat fonds zelf opstapt. Dat zegt ook wel genoeg, denk ik. En ik denk dat dat wel een kwalijke zaak is. Ik bedoel, ja. Hij heeft het hartstikke goed gedaan. Kent de club ook door en door. En,
ja, als je dan zelf opstapt, ik denk dat dat uiteindelijk wel alles in beweging heeft gezet. Helaas. Ja, maar goed, en dan zie je ook dat een Van Assen, ja, zijn contract wordt niet verlengd, kan altijd. Dan wordt gezegd van oké, je wordt gelijk ontheven uit je functie. Technisch manager dus weg. Nou, Edwin de Graaf was al weg, om disciplinaire redenen non-actief gesteld. Blijft er weinig over. Ja, die gang is wat helemaal leeg. Alle kamers zijn verhand die daar in die gang. Alleen ik vind het een drama dat ze Jeffrey Van Assen hebben weggestuurd. Ik vind dat die man het gewoon 2 jaar ontzettend goed gedaan heeft bij ADO. Hij heeft heel goed werk verricht. Heeft ADO toen, is gestart bij ADO toen ze echt dat alles mis was ook. Heeft hij helemaal opgebouwd samen met Fons. Fons stapt zelf op en ik vind het een grote blunder van het ADO-bestuur en Elhamdi dat hij Jeffrey Van Assen nu wegstuurt. Ja. Nou goed, hij wordt niet weggestuurd. Zijn contract wordt niet verlengd. En hebben ze al niet gezegd, in de aanloop naar het nieuwe seizoen, waar we dus alles moeten gaan doen, wordt hij ontheven van zijn taken. Dus ja, dat snap ik wel. Ja. Alleen hij wordt toch weggestuurd. Ja, goed, je mag het niet afmaken. Dat, hij claimt dat hij dat graag wil doen. Als je ziet wat hij in die voorgaande fase gedaan heeft, met heel beperkte middelen dat neerzetten. Bijna geen geld in het portemonnee. Ja. Weet je wel, en dan zie je het opportunisme en de domheid in het voetbal. Wordt snel met allerlei spandoeken weer tevoorschijn komen. En dan denk ik, jongens, staat erop. Ja, en er zijn ook 2 grote transfers geweest waar hij eigenlijk niks mee te maken had. Dat werd dus weggetrokken door de mensen die in het bestuur zitten. Die hebben dat geregeld en dat krijgt hij nu op zijn boterham. Ik vind het zwaar onterecht. Ja. Dan wordt er gesproken over een opvolger. En dan, ja, het is allemaal nog niet bevestigd als het ware, maar... zelfs Dirk Heesen zei in de afloop van de wedstrijd, ik heb begrepen dat het wordt Alan Pardew, een Engelse trainer. Is dat wat voor ADO? Nou, voor een paar mensen binnen de staf niet. Een paar mensen binnen de staf niet, dan wordt het lastig. Nee, maar goed, ik, zonder gekheid, ik snap dat niet zo goed. Ik zou zeker in dit geval zou ik een Nederlandse trainer nemen. Maar wil hij daarin stappen? Ja, dat weet ik niet. Daar sta ik te ver voor vanaf. Maar ik ben sowieso voor het wat meer Haagse maken van ADO weer. Dat past volgens mij een Engelse trainer niet bij. Maar ja, net zoals Paul, het is lastig om daar iets over te zeggen. Dat hebben wij vaak zelf ook. Mensen roepen wat over je ploeg. Terwijl je denkt van, nou, je staat er wel heel ver vanaf. Ja, dat geldt voor ons natuurlijk ook een beetje bij ADO. Maar zou een Engelse trainer, als die komt, ook niet dan misschien wat makkelijker Engelse spelers mee kunnen nemen? Want ja, dat je nu een aantal spelers nodig hebt, is heel belangrijk. Ja, wat haal je dan hier nog binnen? Nou ja, dat weet ik niet of dat zo is. Want uiteindelijk zal dat gepaard gaan aan geld. En dat geld moet er eerst maar weer zien te komen. Daarbij heb ik het idee, wat ik dan via hoor, dat ze dan eerder middels de geldschieter op de Aziatische markt moeten gaan kijken. Dus ik weet niet of dat zo is. En ik denk dat je, ja, wat je nogmaals zegt, wat John ook zegt, totaal van heel ver afkijkende. Maar wat je moet vinden, denk ik, is gewoon een ploeg die strijd levert. En ik denk als je in deze fase in het stadion een bal goed naar voren trapt, met z'n allen achteraan getraind en de strijd gaat leveren, dat je dan een heel stukje verder bent. Ja, frisse wind waaien, dat roept men dan wel eens. Is dat een goede zaak? Nee, je praat over heel erg korte termijn dat het moet gaan gebeuren natuurlijk. Je hebt 5 maanden de tijd. En als je dan een buitenlandse coach aanstelt, ja, die heeft ook aanpassingsproblemen, lijkt mij, in zo'n beginfase. Dat is haast niet te doen in pak een week, drie weken. Maar je hebt het ook over Engelse spelers. Ja, als je die ook nog gaat halen, ja, je weet zelf, buitenlandse spelers hebben ook misschien 1, 2, misschien wel 3 maanden nodig om hier te acclimatiseren. Ja, dat is natuurlijk geen oplossing. Nee. En de top haal je zeker niet hier naartoe. Nee, dus je moet naar het verhaal wat Paul zegt, strijdbaar. Ja. Dat zijn ze denk ik allemaal wel, maar wel daarachter blijven staan met z'n allen. We hebben het erover gehad, John, die zei van ja, ADO moet eigenlijk toch wat meer Haagse worden. In dat licht gezien zou het nu best wel een goede zaak zijn, maar belangrijk is punt 1 dat je natuurlijk Eredivisie ploeg blijft. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat wellicht na de zomer een Maurice Stijn instapt bij de club. Ja, zeker, zeker. Alleen op korte termijn moet je zien te overleven. Ja. En dat is ook wat Marcel zegt, dan zou ik daar een Nederlandse coach neerzetten. En als je deze selectie vergelijkt met de ploegen die in de buurt staan van ADO, dan denk ik dat deze selectie helemaal niet zo heel slecht is. En dat je met 1 of 2 gerichte aankopen al een heel eind kan komen. En daarnaast een trainer die de regie in de groep herstelt. Ja. En wat Paul ook zegt, dan krijg je weer een strijd bij ADO. Moet je misschien je speelwijze iets aanpassen. Maar goed, dan is er nog heel veel mogelijk. En ja, goed, dat je dan op termijn probeert daar weer een Haagse ploeg van te maken. Met Maurice misschien wel als trainer.
Ja, goed, dat zijn twee sporen waar je op moet werken. Aan de ene kant moet je zorgen voor handhaving. Aan de andere kant moet je gelijk kijken naar de lange termijn. Kijk, wat je al zegt over deze selectie. Dezezelfde selectie heeft in feite het afgelopen halfseizoen uiteindelijk ook goede wedstrijden gespeeld. Tegen een Ajax thuis, tegen een AZ thuis. Daar kon het dus wel. Dus zo slecht in deze jaar. Nu was het wat dolend, zeker in de wedstrijd tegen Ajax. Een paar gerichte goede aankopen erbij, maar dat valt natuurlijk niet mee. Daar heb je ook wel geld voor nodig. Ja, dat zal uiteindelijk altijd om geld draaien. Maar ik denk ook dat je dat rust in een club in alle geledingen, dat ook meespeelt. Want uiteindelijk, als het overal rommelt, ja, dan rommelt het op het veld ook. Dat kan niet anders. Ja. En zou je moeten zorgen dat daar een soort, niet alleen rust, maar een soort zelfde gedachte weer gaat komen. En dan, ik denk dat dat de enige manier is. Er werd ook gezegd bij ADO in de toekomstplannen, er moet meer jeugd doorstromen. Hè. Het moet een Haagse gezicht krijgen vanuit de eigen opleiding. Dat is denk ik een heel goed streven, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik. Ja, alles gaat natuurlijk ook gepaard met geld. Dat is altijd wel een ding binnen ADO. Alleen, als je ziet wat er de laatste jaren is doorgebroken van echte Haagse jongens, dan is het natuurlijk gewoon nieuw. Voor mij is Danny Bakker de laatste geweest. Ja, ik heb zelf ook binnen de opleiding gewerkt en ik denk dat het heel belangrijk is dat je van benedenuit in ieder geval daar ook geld in laat stromen en dat je daar je focus op legt. Maar zaten er toen ook spelers toen je er werkte bij dat je dacht van nou, die zullen best nog wel eens een keer, laten we zeggen, de betaalde tak kunnen halen? Ja, ik heb zelf onder 20, onder 19, onder 18 gedaan. Destijds zaten er genoeg talent in. Ja, Mike van Duin heeft het dan wel een soort van gehaald. En Stanley Elbers op een zijweg. Er zijn er nog wel meerdere. En helaas ook een aantal naar het buitenland vertrokken. Hè. Dat was ook in die tijd dat er 16-jarige jongens in één keer naar het buitenland gingen. Hele grote talenten zoals AK. Er zijn meer voorbeelden. Alleen ik denk dat Den Haag zo groot is en dat daar heel veel talent rondloopt. Alleen je moet ze wel kunnen behouden met op 16-jarige leeftijd ook bijvoorbeeld misschien een contractje kan aanbieden. Ja. Zoals de grotere clubs het doen. Maar dat is ook belangrijk voor ADO denk ik dan, dat je, als je nu jeugdspelers hebt, je hebt nog steeds zo'n bepaalde trek naar Sparta, naar Feyenoord toe, dat je die jongens toch hier houdt. Ze spelen toch op hetzelfde niveau. Nou, de hele accommodatie op de aftrap is er ook aanzienlijk verbeterd. Dus dan zou dat toch het eerste taak zijn om ze binnen huis te houden, dat ze niet daar naartoe gaan. Ja, dat probeert ADO ook wel, maar de praktijk leert dat toch de betere spelers gewoon wegtrekken naar Ajax, Feyenoord of PSV. Die worden gewoon weggehaald en misschien dat Sparta ook nog toch een jeugdig talent heel snel bij ADO weghaalt. Daarnaast vind ik ook dat er is afgesproken dat er meer Aziatische spelers moeten komen. Nou, ik heb de afgelopen periode wel eens een paar mee zien trainen bij ADO. Nou, eerlijk gezegd, die mogen bij mij nummer 35 thuis brengen en bezorgen qua eten, maar die kunnen niet voetballen. Dus ik denk dat je Aziatische spelers moet halen, maar die moeten wel meerwaarde hebben. En ja, dan vind ik wel dat daar wel een bepaalde restrictie aan moet zitten. En het wordt nu zo opgedikt, maar dat vind ik ook niet de oplossing voor ADO. Nee, vanuit het scheldje was aanvankelijk spelers uit China en dat heeft me wat breder getrokken van uit Azië. Ik bedoel, als je kijkt wat er elders hier in Nederland ook rondloopt, jongens uit Korea, Japan, dan lopen ook geen onaardige. Maar dan moeten ze wel komen met talenten die ADO beter maken, want ik tot op heden heb gezien is dat niet zo. ADO gaat ook op trainingskamp, Zuid-Spanje. Nou goed, ik ga ervan uit dat er een nieuwe trainer voor de groep staat voordat ze weggaan. Die moet daar wel een hell of a job om in zo'n kort tijdsbestek die ploeg klaar te stomen. Want de eerste wedstrijd spelen ze tegen RKC thuis. Ja, dat is natuurlijk gelijk een hele belangrijke. Natuurlijk is het voor BVO ook lekker om de groep even bij elkaar te hebben. Maar goed, als het je beroep is, kan dat op de club natuurlijk ook. Dus zoveel verandert dat niet. Alleen misschien is het wel prettig om eventjes nu in het buitenland te zitten. Zonder al het gedoe eromheen. Ja, dan is het zaak voor ADO om daar in hele korte tijd de boel op de rails te krijgen. En ook te zorgen dat er weer een eenheid staat waar het publiek ook weer achter gaat staan. Want dat kan in deze fase ook straks een hele belangrijke factor zijn. Nou, ik denk die jongens al hebben laten zien dat ze altijd trouw achter ADO staan. Maar ja, daar moet je als ploeg zelf ook wel wat aan doen. Ja, jij blijft ADO lekker op afstand volgen. Ja. Maar het is wel belangrijk, denk ik altijd, dat blijf ik altijd zeggen, dat ook voor het amateurvoetbal is het altijd belangrijk om een goede BVO in jouw stad te hebben. Tuurlijk, nee, dat is ook ontzettend belangrijk. Weet je wel, de uitstraling van het voetbal van het heel Den Haag, maar
Nee, dat is ook zo. En ik vind het is ook jammer, weet je wel. Ik snap het eigenlijk niet, maar ik heb daar geen verstand van, laat ik dat ook eerlijk zeggen. Dat er nou een Aziatisch geld schiet, dat geeft toch een heel ander soort beleid. Want we hebben het over de jeugdopleiding, maar er zijn natuurlijk zat jonge talenten in. En ze zijn er. Van Eenwijk die is ook gewoon. Zoals een sluis, ja. Is gewoon doorgestroomd en die doet het goed. Dus er zijn best mogelijkheden, denk ik. Alleen, ja. Je moet het beleid kunnen en willen voeren om dat te doen. Zeker. Nou goed, Marcel, jij staat er wat verder van, maar het is ook belangrijk op een gegeven ogenblik. Zoals je hebt, je zegt al, het doet mij pijn, want het is mijn oude clubje. Gaan ze het redden? En met redden bedoel ik gewoon aan de volgende seizoen weer in de Eredivisie. Ik hoop het, want. Ja. Oké. Maar ik zie de twijfel. Laat maar ja zeggen. Oké, John. Ja, het moet. Nee, het moet. Dat besef zal er ongetwijfeld zijn. Laten we het hopen met z'n allen. Goed. Tot zover onze bijdrage over ADO Den Haag. Op eerste kerstdag dan wordt onze eerste kerstspecial uitgezonden met de heren. Dan gaan we praten over de clubs waar ze werkzaam zijn. Scheveningen, Kwik en Westlandia. En dan gaan we in het eerste programma een beetje terugblikken op de eerste helft van het seizoen. En op tweede kerstdag in de tweede special gaan we juist vooruitblikken. Dank voor uw aandacht en graag tot onze kerstspecial.